Maar eerst naar jou, Frank. Want de top van Bestuurlijk Nederland die staat op zijn kop vandaag. CEO's, directeuren, ministers, ze maken onwijs lange dagen. Maar vandaag kan even het gas terug. Voor één dag geven ze de verantwoordelijkheid uit handen. En dat doen ze aan een bijzondere groep, aan schoolleerlingen. Onder het motto baas van morgen. De directeuren in de dop die worden vanochtend thuis opgehaald. Met een beetje geluk in zo'n bak als deze. Of in zo'n dikke bedrijfsauto. En dan mogen ze voor één dag op de stoel van de Hoge Pief zitten. Gewoon een normale werkdag met alle vergaderingen die daarbij horen. De lunch die er standaard bij hoort. En ze doen dan onderzoek op één specifiek onderwerp. Onze eigen baasje Tessa van Vieren die mag daar de hele ochtend bij zijn. En die kijkt hoe dat ze vergaat. Goedemorgen, Tessa. Ja, goedemorgen Frank. Ik sta op dit moment op de Johan de Witt school in Den Haag te wachten op de taxi, want Sarah gaat zo meteen met de taxi mee om mee te lopen vandaag met minister Wiersma, want zij is de baas van morgen. Goedemorgen Sarah. Hey, goedemorgen. Ben jij een beetje zenuwachtig voor vandaag? Ja, heel erg eigenlijk. Heb je er wel zin in? Ja. En jij gaat vandaag meelopen met onderwijsminister Wiersma. Nou, jij zit zelf nog op school. Wie weet het eigenlijk beter dan jij, zou ik denken. Ja, precies. Ik denk dat ik wel het meeste weet. En wat ga je vandaag allemaal doen? Ik ga met de minister van Onderwijs meelopen, vergaderen als het goed is. En... Vergaderen? Vind je dat wel leuk? Ik hoop het wel, ja. En wat ga je inbrengen in die vergadering? Heb je zelf nog ideeën van wat beter kan? Ja, ik denk wel dat de onderwijs is nu best wel goed gewoon, volgens mij. Maar ik denk dat de tijden een beetje moeten veranderen. Want de meeste mensen komen te laat door, omdat we bijvoorbeeld te vroeg beginnen en zo. Oh, de school begint te vroeg. Maar moet je dan niet gewoon eerder van huis betrekken? Ja, dat kan. Of eerder naar bed 's avonds? Ja, dat kan wel. Maar je kan het natuurlijk zeker voorleggen aan de minister. Wat de minister ook wil, is dat kinderen eigenlijk jongeren meer gaan lezen. Ben jij een lezer? Nee, ik ben totaal geen lezer. Maar ik zal het wel aanraden, want het helpt wel echt. Ja, nou ja, dat is wat de minister ook wil. Jij wil dus eigenlijk dat we vroeger uit bed gaan. Later uit bed, dat de scholen later beginnen. En dat ga jij vandaag meegeven aan de minister. De taxi voor Sarah, die staat al klaar. Ik zou zeggen, Sarah, heel erg veel plezier vandaag. Geniet ervan. En wij gaan straks nog andere scholieren volgen die ook met andere ministers mee gaan lopen. Ja, dankjewel Tessa. En Sarah die heeft dus haar eigen idee over wat ze de minister mee wil geven. Het idee is natuurlijk dat kinderen en jongeren op de plek van daar rond kunnen kijken. Maar misschien ook om ideeën op te doen van jonge mensen. Staan ze daarvoor open bij Omroep Max? Jazeker. En ik vind het jammer dat wij niemand hebben vandaag. En als er iemand kijkt die niet vandaag kan, een leerling, dan is die van harte welkom een keer een dagje mee te lopen. Lijkt me hartstikke leuk. Ja, mag je dan ook op de stoel van Jan Slachter zitten? Mag je op de stoel zitten van Jan Slachter. Oké, dat is, nou, ik zou, als ik thuis zat, zou ik bellen. Is dit een goede manier om jonge mensen toch al vroeg te betrekken bij die arbeidsmarkt? Ja, zeker. Want weet je, op die manier laat je al een eerste kennismaking eigenlijk van, ja, hoe ziet bepaald werk eruit? Bijvoorbeeld ook in de techniek, weet je, daar is natuurlijk ook veel schaarste in de zorg. En als je op jonge leeftijd al laat zien, ja, wat kun je daarin verwachten? Hoe ziet het werk eruit? Ja, dan geef ze al een bepaald beeld mee waarin ze voor zichzelf kunnen bepalen. Ja, is dat iets wat bij me past, ja of nee? Dus alleen maar goed. Duizend